Dit is het eindklassement. Ereperk R, lijn 11. A streetcar named Desire. Graf nummer 25. Terminal boredom. De laatste rustplaats van de meest rebelse schrijver aller tijden, J.M.H. Bergmans. Eigenlijk is dit, om het met Guust Gils te zeggen, je weet wel, uw gebuur van Schuinsover, ook in Ereperk R, uw eerste rustplaats. Waarschijnlijk ligt de meest rebelse schrijver aller tijden nu hier ergens met zijn zatte poten te brullen en te brallen en te lallen. Zo van, dit is de allereerste keer van heel mijn leven. En dan schiet allemaal weer in de lach. Pafke, voor ene keer verzorgd, arm maar proper, alles picobello. Of zoals ze dat hier in Antwerpen zo schoon zeggen, is toch staaf in zo'n naak. Jean-Marie, jong, je bent precies terug naar de directeur van een schoenfabriek in Bari. Voor één keer verzorgd ligt gij daar. Voor altijd. Geen kist, geen graf. Ashes to ashes, fun to fun. Uw botten met een stoffer en blik door de kuisvrouw van Toost en W bij elkaar geveegd tot een hoop hoop. Geen ellende, geen suikerheuvel, maar steenkool, Vietnamese steenkool, vuil en zwart, zoals Jean-Marie, spotgoedkoop, bikkelhard en onvernietigbaar. De grondstof die warmte geeft en die duurzaam is, het zwarte goud dat zijn vader met eigen handen uit de grond haalde in het zwarte woud in Limburg. In de koolmijn, in de koolmijn. Als het sneeuwt, dan glinstert het hele boeltje zichzelf tot pure poëzie. Onvervalste arte pauvre. En het glimt als het regent, zevert, zeikt, lekt, miezert. Op de laveloze, op de reddeloze, op de radeloze. Dan is het kermis in de hel. En alles rijpt, ongerijmd. Jean-Marie, where is my mind, you fucking white rabbit? In uw rechthoek, gevormd van in zon glimmende sintels, met als epitaaf grafschrift, gouden staketsel. Hier dwaalt J.M.A. Bergmans in de grauwzone van Barakstad.